Goedenavond, welkom vanuit de Efteling. Het is een bijzondere locatie voor een bijzondere avond. Een avond die de Efteling natuurlijk dolgraag had willen delen met duizenden mensen hier in het park. Maar door die huidige coronaregels is dat niet mogelijk. Daarom doen we het anders en kunt u vanavond vanaf uw eigen bank getuige zijn van de première van Aquanura met een zachte G. Het waterspektakel, het grootste waterspektakel van Europa in een nieuw jasje. Speciaal voor Guus Meeuwis die 25 jaar in het vak zit. Kijkt u even mee naar de beelden. We zijn nu in restaurant Gustaaf. We hopen dat de mensen lekker gaan eten. En dat voor het goede doen. Alle goede dingen gaan naar 3. Ja, la 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 la. Fons Jurgens, directeur van de Efteling. U had het zich zo anders voorgesteld hè, vanavond met heel veel mensen in het park. Ja, goedenavond Tessel. Ja, inderdaad. Het is een moeilijke en een complexe tijd. En als voorbeeld vanavond, we hadden heel graag met gasten, maar ook vooral met onze medewerkers hier dit feest willen vieren. Maar helaas gaat dat niet. Die zitten thuis op de bank te kijken. Ja, en wij hopen echt, dus daarom zijn we zo enorm blij dat we deze tv-uitzending hebben, zodat ze toch nog op een of andere manier het feestje mee kunnen vieren. Naar dit prachtige project. Er ontstaat een idee, een cadeau voor Guus Meeuwis. Dat idee is prachtig, maar dan moet het er ook nog komen. Dat heeft natuurlijk heel veel voeten in de aarde gehad. Hoe is dit spektakel ontstaan? Ja, het is natuurlijk het jubileum van Guus. Zo'n gebeurtenis kun je niet zomaar voorbij laten gaan. Nou, het is een graag geziene gast hier. En ja, goed, dan is een idee zo geboren. Alleen het is niet in 2 weken heb je zoiets als dit, Aquanura met de zachte G. We zijn dat sinds juli 2019 zijn we hier al mee bezig. Hebben we arrangementen van de Efteling, arrangement van Guus. Kijken we welke goed bij elkaar kunnen passen. Vervolgens in maart hebben we dit met een 60-koppig orkest hebben we dit opgenomen. En in augustus is Wet, dat is de producent van dit mooie, deze attractie, zeg maar deze jukebox, is hier naartoe gekomen. En de laatste 2 weken hebben onze mensen dag en nacht gewerkt om de puntjes op de i te zetten. En nu is het er. En nu is het er. En we zijn daar heel trots op. Dan mogen we het zo meteen allemaal zien. Zeker. Wat doet het met u als u er naar kijkt? Nou goed, als Brabander kun je hier alleen maar heel trots op zijn. En ook in deze tijd geeft het bepaalde gevoelens die we allemaal gewoon ook nodig hebben. Van die warme gevoelens. Dus fantastisch mooi. En nou goed, in ieder geval tot 15 november te zien in de Efteling. Meneer Jurgens, dank u wel. Dag, meneer Van der Donk. Oud-commissaris van de Koning. Het blijft gek om te zeggen, meneer Van der Donk, dat oud-commissaris. Ik mag nu Tilburg University leiden en ik ben hier vooral omdat Guus een spin-off is van onze universiteit. U heeft iets in de hand. Vergeet dat niet. Dit is het singeltje van Vagant waar het mee begonnen is. Het is een nacht en het is een lange dag en een mooie dag en een lange reis geworden. En ja, wat een felicitatie waard. 25 jaar in het vak. Ondernemer, artiest, mooi mens, fantastische Brabander. Nou, dat is een sprookje zou je zeggen. Dus volgens mij zijn we hier op de goede plek vanavond. Want u bent door de jaren heen echt goed bevriend geraakt met ons. Zeker, ja, ja. We zien elkaar met enige regelmaat. En dat is altijd erg leuk, kan ik u zeggen. En hoe is dat ontstaan? Ja, de eerste keer, dat weet Guus zelfs niet meer, heb ik hem in Leuven ontmoet. Ergens in een kroeg, midden in de nacht. We herinneren ons dat nog wel, maar het was laat, kan ik zeggen. En daarna met enige regelmaat. Hij is ereburger van onze provincie, niet voor niks. En we voeren veel gesprekken en ook over hele serieuze dingen.
hoe we kijken naar de samenleving, wat er aan de hand is. En dat zie je ook in zijn mooie teksten, want het is niet alleen maar prachtig om te horen. Luister ook goed wat hij te vertellen heeft. Nou staat hij hier natuurlijk niet meer als commissaris van de Koning, maar dit hele plan ontstond toen er nog commissaris was. De Efteling, Guus Meeuwis, veel Brabantser kan het niet worden. Nee, wij zijn een sprookje waar iedereen in gelooft. Meneer van der Donk, dank u wel. Graag gedaan, dank u wel. Guus, daar sta je dan. Ja, daar sta het ik. Het feestvarken van de avond. Ja. Kan je er een beetje tegen als mensen al die lieve dingen over je zeggen? Ik kan er niet aan wennen, nee. Ik word er altijd heel verlegen van. Dan denk ik, maar ik verheug me heel erg op om te zien wat het geworden is. Dat vooral, ja. 25 jaar in het vak, dat verdient een pracht cadeau. Dat vonden ze ook hier. Het is een bijna onmogelijke vraag die ik ga stellen, hoor. Maar als je nou terugkijkt op die 25 jaar, wat zijn dan voor jou de hoogtepunten? Daar zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Misschien is het wel het feit dat je het 25 jaar vol mag houden en dat de mensen het 25 jaar leuk vinden dat je er bent en dat ze er plezier aan beleven. Maar je de allereerste keer dat je op de radio bent met Het is een Nacht, het eerste keer opkomen in Eindhoven, de eerste paar jaar met mijn vrienden in een busje. Club Zoveel, wat we nu aan het doen zijn, is een hoogtepunt. Royal Albert Hall, Parijs. Ik bedoel, ik zag net een heel mooi filmpje en die valt het wel redelijk samen. Maar het zit hem ook vaak gewoon in de kleine dingen. Dat je mag doen wat je heel erg leuk vindt en dat je het iedere keer lukt om jezelf uit te drukken in iets wat het allermooiste is wat er is. En dat is muziek. Nou is er natuurlijk ook een hoop niet doorgegaan in de afgelopen periode. Hè? De concerten, groots met de zachte G. Je zou nog afreizen naar Australië om daar prachtige dingen te gaan doen. Nee, dat hadden we gedaan. We zouden naar New York gaan. Oké, naar New York. Sorry. Ja. En dat zet je dan allemaal een beetje on hold, denk ik. Dat gaat nog komen. Zijn dat dingen? Ja, dat gaat nog komen. Weet je, het is niet weg. En de reden waarom het niet doorgaat is te accepteren. Want er is gewoon een pandemie in de hand. Daar hebben we rekening mee te houden. Ik zeg wel eens gekscherend, als ik mezelf kapot had gekaraokeet op een donderdagavond in de kroeg en mijn stem was kapot voor een half jaar, dan had ik het niet kunnen verkroppen. Maar dit is natuurlijk, de reden is zo duidelijk dat we rustig wachten tot alles weer normaal is. En dan doen we alsnog een extra groot feest. Nou zei je net, als je terugkijkt naar die 25 jaar, dan is het misschien wel het grootste cadeau dat ik het al 25 jaar mag doen. Maar de vervolgvraag is natuurlijk, wat ga je de komende 25 jaar doen? Want ik neem aan dat je het nog niet van plan bent om ermee op te houden. Ja, maar het is ook niet zo dat ik een plan heb voor 25 jaar of zo. Nee, ja, ik wil inderdaad gewoon eerst even inhalen wat er nog staat. En ik denk dat het op het moment dat dat mag, heb ik ook het gevoel dat het allemaal weer goed is. Dus daar kijk ik erg naar uit. En niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk voor alles en iedereen in Brabant en in Nederland, bij wijze van. En vanuit de mooie dingen worden ook weer nieuwe dingen geboren. Dus ik denk dat ik voorlopig wel even bezig blijf. Ja. Nou hebben we natuurlijk aan jouw grootste fans gevraagd om jou te feliciteren met je 25 jaar jubileum. Daar hebben we een filmpje van gemaakt. Laten we daar even naar gaan kijken. Graag. Ik ben 15, maar ik vind je al 25 jaar geweldig. Gefeliciteerd! En ik loop hier alleen in de tussentijdse stad. Na 2 jaar een keer naar jouw concert geweest te zijn, wil ik hierbij je feliciteren met je jubileum van 50 jaar, Guus Meeuwis. Hey Guus, gefeliciteerd hè! Hey Guus, gefeliciteerd met je musical jubileum! Hey! Gefeliciteerd Guus! Echte mannen praten niet te zeggen. Kom maar binnen, drink nog eentje met me. Proficiat! Mama houdt van jou, want ik heb ooit tegen jou gezegd. Ja, mama houdt van iets, hè? Nou, en dus. Ik vind jou nu misschien leuk in de morgen. Yes! Ja, toch! Doei, proficiat! En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht! Nou vroeg ik net aan je, bent dat, als mensen lieve dingen over je zeggen. Toen zei je, nou het blijft een beetje ongemakkelijk. Maar die enorme hoeveelheden fans die je adoreren, dat lijkt me ook iets waar je niet aan kan wennen. Nou, adoreren is ook wel een groot woord. Wat ik het leuke vind als ik het zie, ook als ik het voor mijn neus zie, de mensen en ook nu in dit filmpje. Het is jong en oud. En dat vind ik heel erg grappig. Zeg, zoals voor de grap, wij zijn de MB-speler. Wij zijn van 4 tot 84. En dat klopt ook. En dat is fijn om te merken dat heel veel mensen er heel veel plezier aan leveren uit alle leeftijdsgroepen. Dus dat is leuk. En is dat ook iets wat je vast blijft houden? Want je moet op een of andere manier jezelf toch steeds een beetje opnieuw uitvinden. Ja, maar het is ook niet dat we daar bewust daar zijn we niet bewust mee bezig om dat zo te doen. Dat ontstaat. We maken eigenlijk wat we zelf mooi vinden en we hopen dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En tot nu toe
gaat dat goed. Eigenlijk. En ben je eigenlijk een beetje de Brabantse knuffelbeer geworden? Mag ik dat zo zeggen? Nou, dat mag jij zeggen. Ik weet dat niet. Ik vind het wel gewoon leuk dat ik kom hier vandaan. En de klei onder mijn voeten, die ken ik heel erg goed. En ik vind het fijn dat mensen dat herkennen. Dat betekent dat het nog allemaal hetzelfde is. We gaan zo kijken naar die prachtige show die is gemaakt, Guus. Voor jou, zo kunnen we het zien. Er zijn allerlei mooie woorden gesproken door mensen. Maar er is ook iemand die graag iets moois voor je wil zingen. En wie kan dat beter doen dan prinses Anura? Kijk. De magische wereld om je heen, waar het water jou groet en de volle maan naar je lacht. Zie de twinkelse vonken voor jou en voor mij in een wereld vol geheimen waar niets is wat het lijkt. En dans, dans op jouw muziek. Als de maan schijnt in het prachtige oerwoud. Let dan vooral op deze mooie waterlelies. Ja.
wakker en ik sta aan het plafond. En ik denk aan de dag, lang geleden begon het zomaar. Er vandoor gaan met jou, niet wetend waar de reis naar eindigen zou. Nu lig ik hier in een wildvreemde stad en heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen, hoewel van ons de wereld vannacht heeft stilgestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou. Oh, 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 ja, vannacht beleef ik het met jou. Oh, oh, oh. En ik hou alleen nog maar van jou. Oh, oh. En ik hou alleen nog maar van station na station, ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Rammel plots een kar op de juffrouw koffie thee. Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien als zij daar staat.
dag in maart. Tenminste, dat had ze gedaan. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die lacht. Met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien. Of er ergens iets zit van die jongens in ons. Die nergens om vroegen waar die niet wilde weten. Wat zwart was of wit. Ik heb tranen gelachen en onnozel gedaan. En tenslotte tevreden het licht uitgedaan. Licht uitgedaan. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was een men maar op Brabant, zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, van daar brandt nog licht. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen en niemand gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar van nog leeft. Ik heb eigenlijk nooit last van mij gehad. Maar de mensen, ze slapen, wie ook. En dan denk ik aan Brabant. Dan denk ik aan Brabant. Dan denk ik aan Brabant. Dan daar van nog.
Guus, ja. Dat was hem. Zo. En? Nou, en ik ben er helemaal stil van. Het lijkt wel alsof ik 25 jaar lang mijn repertoire heb opgebouwd. Je mag om uiteindelijk, sorry, om uiteindelijk, kom maar hier dan, om uiteindelijk deze fonteinenshow te krijgen, past allemaal zo mooi in elkaar. Want het moet voor jou ook een beetje gek zijn, want je kan al die nummers dromen en nu krijg je ze in zo'n ander perspectief. Ja, maar die nummers die er doorheen zitten, omdat ik hier natuurlijk al van kind af aan kom, kan ik ook dromen. Ja. Ik denk dat ik vannacht nog ligt. Maar Guus, je hebt gewoon een attractie in de Efteling. Ja, het cooler wordt het niet. Misschien ben je er nu gewoon. Nee, dat gaan we niet zeggen. Nee. We gaan je ook voor de komende 25 jaar ongelooflijk veel succes wensen. Dankjewel. Namens heel Brabant, van harte gefeliciteerd met je jubileum. Dankjewel. Het is je gegund. Dankjewel. Jullie bedankt voor alles.